Okay. Aan iedereen die heeft afgestemd op deze livestream, van harte welkom bij deze eerste digitale boekensalon. We hadden natuurlijk erg gehoopt dat we elkaar weer in levende lijven konden ontmoeten, maar dat gaat helaas nog niet gebeuren. Daarom hebben we toch besloten om maar digitaal te gaan. Vandaag zal Johan Oosterman aftrappen en neemt jullie mee onder andere naar de wereld van de reiziger Bontekoe. Deze boekensalon is ook in het kader van de Maand van de Geschiedenis met het thema Oost en West. Johan Oosterman is hoogleraar, dan moet ik het goed zeggen, oudere Nederlandse letterkunde en ook programmadirecteur van. En aan het eind van de salon is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Of in ieder geval, je kunt je vragen stellen via de berichtenfunctie van YouTube. Aan het eind van de salon zullen we die dan in behandeling nemen. Dus ga vooral je gang. Wij wensen jullie heel erg veel plezier met deze boekensalon. Met deze eerste digitale live ontmoeting. En we zien jullie ook heel erg graag weer terug bij de volgende salon op november de 19e, ook op een donderdag. Dus heel veel kijkplezier, luisterplezier en ik geef het woord aan Johan. Dank je, Eefje. Het journaal van Bontekoe en een aantal andere reisverhalen. Daar ga ik over vertellen. Het journaal van Bontekoe is, denk ik, het bekendste reisverhaal uit de 17e eeuw. Het spannende verhaal van Willem IJsbrands Bontekoe die op reis gaat, tegenslag tegen onderweg, een dodo ziet en allerlei andere avonturen beleeft. Het is het reisverhaal uit de 17e eeuw. Maar het is natuurlijk vooral heel erg bekend geworden door allerlei latere bewerkingen ervan. De bekendste, heel lang, was het verhaal De Scheepsjongens van Bontekoe, geschreven door Johan Fabricius en in 1924 verschenen. Maar bij de meeste mensen tegenwoordig is de verfilming daarvan nog bekender. En we zien zo dadelijk, of nu al, het affiche in beeld van die film, een avonturenfilm, ook echt gepresenteerd als een spannende avonturenfilm over de scheepvaart in de 17e eeuw. Maar hoe zit dat nou precies met dat verhaal? Wat is het scheepsjournaal en hoe is dat tot ons gekomen? Nou, een scheepsjournaal is in de basis eigenlijk een logboek dat een schipper of een kapitein op zo'n, in dit geval, Oost-Indiëvaarder bijhield en waarin die noteerde wanneer ze waar waren, hoe het met de bemanning gesteld was, of er nog voldoende voedsel was, hoe het weer was, uit welke richting de wind waaide en ook wat ze onderweg tegenkwamen. Zo'n logboek was van belang voor de schipper zelf. Je wist dan wat er gebeurd was, je kon verslag afleggen aan je opdrachtgevers als je terug was. Maar was vooral ook heel erg belangrijk voor kennis over die verre wereld. Voor mensen die later nog op reis wilden. De informatie werd gebruikt om latere reisroutes uit te zetten. En werd ook bijvoorbeeld gebruikt door kaartenmakers. Zoals Johan Blauw van de bekende Atlas van Blauw. Om kaarten van die verre gebieden te verbeteren. In de logboeken werd dat allemaal bijgehouden. Nu is er met het logboek van Bontekoe iets bijzonders aan de hand, maar daarover zo dadelijk. Het boek kennen we niet uit dat logboek, want dat is er niet meer. We kennen het verhaal zoals het gemaakt is door Jan Jans Deutel, een Hoornse rederijker, die een versie van het verhaal schreef die het publiek heel erg aansprak. Die veel aandacht op de emotie legde van de gebeurtenissen, op de dramatiek van de gebeurtenissen. En de voorpagina van Deutel is een mooie voorpagina met chique uitstraling. Heel anders dan de voorpagina van het boekje waar we het hier over hebben. En dat kunnen we zien liggen
hier op een kussen meteen als eerste tekst in het boekje waar ik het over heb. De uitgave die wij hier in Nijmegen hebben is namelijk een veel latere, niet uit 1646, het boekje van Deutel, maar uit 1664. Een boekje gedrukt door Gilles Joosten Saagman, een Amsterdamse drukker die gespecialiseerd was in populair drukwerk, goedkoop drukwerk ook. En dat goedkope zien we meteen ook als we naar het begin van de tekst kijken. Het begin van de tekst in de druk van Deutel is ruim van opzet, in één kolom, niet heel erg veel tekst op de pagina, goed papier. De eerste pagina van het boekje bij Saagman is op zichzelf met links een portret en rechts het begin van de tekst. Heeft ook wel in onze ogen een luxe uitstraling, maar is veel minder luxe, op goedkoper papier, in twee kolommen gezet en met veel meer tekst per pagina. Saagman kon in de helft van de pagina's de tekst kwijt. Wat daar ook nog bij hielp, is dat hij veel van de teksten die hij gedrukt heeft flink inkortte. Hij liet het spannende over, hij liet het exotische over en de rest haalde hij voor een deel weg uit de tekst. En dan zien we meteen wat Saagman deed. Saagman was echt iemand die spannende verhalen wilde leveren in niet al te dure boekjes om op die manier flink wat te verkopen. Goed, het verhaal van Bontekoe, wat gebeurt er? Ik zal het heel kort navertellen. Op 28 december 1618 ging schipper Bontekoe op het schip de Nieuwhoorn van Texel naar Bantam op Java. De reis verliep redelijk voorspoedig. Ze gingen over de Atlantische Oceaan redelijk richting Brazilië en vandaar terug naar het oosten, passeerden Kaap de Goede Hoop zonder aan land te gaan, omdat ze nog genoeg voorraden hadden, omdat het allemaal goed ging op het schip. En gingen aan land op het eilandje Réunion, vlakbij Madagaskar, Mauritius en Madagaskar. En toen ze daar waren, hebben ze bevoorraad, hebben ze water binnengehaald en hebben ze ook te eten gehaald. En hoe dat ging, beschrijft Bontekoe, en ik zal er een klein stukje van voorlezen uit de vertaling die Thomas Rozeboom jaren geleden gemaakt heeft. Verder landinwaarts vonden wij een menigte ganzen, duiven, grijze papegaaien en ander gevogelte. Als ook tal van landschildpadden. We zagen er wel 20 of 25 in de schaduw van een boom liggen. En we konden er zoveel te pakken krijgen als we maar wilden. De ganzen waren te stom om op te vliegen als wij achter ze aanzaten. We sloegen ze met stokken dood, zonder dat er één opvloog. Er waren ook enige dodo's, die wel kleine vleugels hadden, maar niet konden vliegen. Eigenlijk waren ze ook te vet om te lopen, want als ze liepen, slepen hun achterwerk over de grond. Nou, Saagman heeft in het boekje ook een afbeelding van de dodo opgenomen. En dat komt helemaal niet, is helemaal niet speciaal voor dit boek gemaakt. Hij had eerder een werk van Plinius uitgegeven over natuurlijke historie. En daar stonden allerlei vreemde dieren in en die wilde hij graag in zijn boekje opnemen. Kortom, de dodo die we in dit boek zien zag er vast heel anders uit dan wat Bontekoe gezien heeft. En ook het dier dat Bontekoe beschrijft, de dikke vette vogel, klopt niet met wat we over dodo's weten. Je kunt je zelfs afvragen of Bontekoe wel echt een dodo gezien heeft. Vanaf Réunion ging het verder, bevoorraad, iedereen had voldoende te eten. Maar niet lang daarna, in november 1619, het schip was toen 11 maanden op weg, begon de rampspoed. Er raakte een vat brandewijn in brand. Het vuur smeulde door in de kolen en op een zeker moment werd het buskruiddepot bereikt. Een groot deel van de bemanning was inmiddels van boord. Bontekoe met een ander deel van de bemanning was nog op het schip dat het explodeerde en een gigantische knal gaf. De afbeelding daarvan laat vooral heel veel zwart zien, laat veel rook zien en onderstreept dat drama van dat moment. En het moment, het dramatische moment, wordt in de versie van Saagman ook flink uitgebuit. Daar moet Bontekoe zijn logboek van het eerste jaar van de reis kwijtgeraakt zijn.
En dat eerste deel van de reis, inclusief het spannende verhaal over de ontploffing, Deutel uit Hoorn uit het logboek overgeschreven is en keurig zich houdt aan de feiten, maar waarschijnlijk geput is uit de herinnering Schipper Bontekoe, die zijn eigen vrouw vermoedelijk een stuk spannend oorspronkelijk was. Goed, uiteindelijk overleeft Bontekoe en een van de andere bemanningsleden van zijn schip met allerlei hulpmiddelen, passen en meten, lukt het ze om verder te gaan. En ze gaan verder richting Java, maar ze houden halt op Sumatra. En daar verblijven ze enige tijd om Java bij de directie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te komen. Ze treffen daar Jan Pieterszoon. Jan Pieterszoon Koen geeft een opdracht voor het vervolg van de reis. En die opdracht luidt heel kort gezegd in de woorden van de tekst van het journaal. Het eerste deel, indien mogelijk, was de verovering van Macao. Anders zouden we doorvaren naar de Pescadores om daar met alle beschikbare middelen handelsbetrekkingen aan te gaan met de Chinezen. Zoals uitvoerig beschreven stond in de instructie die gouverneur-generaal Koen ons meegaf. Alle beschikbare middelen, dat betekent ook met militair vertoon. En dat gebeurde ook. En dat laat meteen een aspect van dit verhaal zien, en eigenlijk van veel van die reisverhalen, dat we natuurlijk heel goed kennen. Namelijk, de kennismaking met die vreemde wereld was lang niet altijd een vriendschappelijke kennismaking. Het was heel vaak een kennismaking die met geweld gepaard ging, met volstrekt misplaatste ideeën over de inlandse bevolking, over de oorspronkelijke bevolking die daar woonde. Zo werkte dat. Het was het koloniale optreden waar we tegenwoordig natuurlijk heel anders naar kijken dan toen we zelf het verhaal van de scheepsjongens van Bontekoe als spannend jeugdboek lazen. Het verhaal van Bontekoe is, zoals ik al zei, het eerste boekje in een band met 16 reisverhalen die gemaakt zijn door, of die uitgegeven zijn door Saagman, die Amsterdamse drukker. En ze dateren allemaal van rond 1664. En als je het boekje doorbladert, zie je ontzettend veel verhalen over reizen naar West- en Oost-Indië, reizen naar China, maar ook opvallend veel verhalen, hier hebben we er een mooi voorbeeld van zee- en landreizen die gelegen zijn onder de koude Noordpool. Verhalen die gaan over verhalen over reizen naar de Noord. Die eigenlijk natuurlijk ook heel erg samenhangen met die verhalen naar het oosten. Over de reizen naar het noorden zijn reizen op zoek naar een weg over het noorden naar China. Een kortere route, dacht men. Maar ja, dat ging niet. Het ijs weerhield de reizigers. En we zien onderop deze titelpagina van de verschillende journalen van zee- en landreizen. Het bekendste verhaal, net zo bekend bijna als het journaal van Bontekoe. Ook verfilmd, redelijk recent, van die reizen naar het noorden. Namelijk het verhaal over de overwintering op Nova Zembla. Willem Barends met zijn mannen die strand die van de resten van het schip het behouden huis maakt of bouwt, belaagd wordt door een beer. Op deze scène is die beer ook te zien. En het vervolg is ook te zien, namelijk hoe die beer in het nauw wordt gebracht en uiteindelijk gedood en gevangen genomen. Of gevangen genomen en gedood uiteraard. Die verhalen over de reizen naar het noorden maken een belangrijk deel uit van dit bandje met reisverhalen. Maar ik ga nu tot slot nog in op een paar verhalen naar West-Indië, naar Amerika. Omdat je daar heel erg goed ziet hoe stereotypen, hoe vreemde beelden, vooroordelen over mensen in die verre landen in dit soort boekjes terechtkomen. Een heel mooi voorbeeld is het boekje dat gaat over wanschepsels in West-Indië.
En op de eerste titelpagina zien we al afbeeldingen van allerlei nobele wilden, zou je kunnen zeggen, zoals men dat toen zag. Dus de mensen die geen beschaving kenden, maar toch een goed leven leiden. Maar op de tweede afbeelding uit dit boekje zien we een hele merkwaardige voorstelling van twee mensen die geen hoofden hebben, maar die hun ogen, mond en neus in hun borstkas hebben. Het zijn afbeeldingen van mensen die natuurlijk helemaal niet voorkwamen in Amerika. Dat weten we maar al te goed. En waarschijnlijk wist de drukker dat ook wel. Maar het past wel bij beelden die men van de verre wereld had. We komen dit soort vreemde volkeren, dit soort mensen al tegen in de verhalen over Alexander de Grote, die India. Komen in de verhalen over Pape Jan, een priester die, of een vermeende priester die rondreist in het oosten en ook al dit soort volkeren tegenkomen. En ook Marco Polo in zijn reisverhaal naar China maakt melding van dit soort volkeren. Ze hebben ze allemaal echt gezien, zoals ook in dit boekje over Scherpschot gepretendeerd wordt dat ze echt gezien hebben. Wat je ook in dat boekje ziet is, en dat zie je eigenlijk in alle teksten, de vroege teksten over Amerika, namelijk het kannibalisme. We zien een afbeelding waar rechts voor, als ik het goed heb, een aantal mensen bezig zijn om een lijk te ontleden en te bereiden om op te eten. Kannibalisme zie je eigenlijk in alle vroege bronnen over Amerika. Dat kwam voor in Zuid-Amerika. En het lijkt alsof ze daar volstrekt zeker van waren. En iedereen heeft het ook met eigen ogen gezien. En beeldt het af op een soort prenten. En de drukker van dit boekje moet zeer geboeid zijn door dit soort afbeelden. Want hij laat ze vaak heel expliciet en met veel details zien. De meest gewelddadige afbeeldingen in dit hele boek met 16 reisverhalen komen we tegen in een verhaal dat heel anders van toon lijkt. Dat is het De Spiegel der Spaanse Tirannie. Een boek dat ook uit 1664 dateert, maar dat oorspronkelijk ietsje ouder is en dat geschreven is door Bartolomé de Las Casas, een Spaan als bisschop aangesteld in Zuid-Amerika. En hij zag daar wat er gebeurde. Hij zag dat de oorspronkelijke bewoners tot slaven gemaakt werden. Dat ze gedood werden. Dat de cultuur weggevaagd werd. En hij verzette zich daartegen. Hij wordt wel eens de eerste mensenrechtenactivist genoemd. En hij schreef daarover een brief aan keizer Karel V. Die zo onder de indruk was dat hij de slavernij afschafte in Spaans-Amerika, wat er vervolgens wel toe leidde dat de handelaren in slaven in Afrika op zoek gingen. Dus het probleem als zodanig werd niet opgelost, maar wel voor Latijns-Amerika. En in dat boek van de Spiegel der Spaanse Tirannie zien we een hele serie prenten voorzien van korte gedichten, waarbij je eigenlijk de gedichten niet nodig hebt om te zien wat er aan de hand is. Ze laten wanstaltige martelscènes zien. Ze laten in alle details de tirannie zien van de Spanjaarden in Spaans-Amerika, in Zuid-Amerika. Bartolomé de Las Casas heeft dit aan de kaak gesteld. Ik zei al, heeft bij Karel V bereikt dat de slavernij in Zuid-Amerika werd afgeschaft. En je zou zeggen, een held in de geschiedenis, maar niet in de Spaanse geschiedenis. De Spanjaarden hebben nog altijd een moeizame verhouding. Vroege mensenrechtenactivist. Zijn werk speelt in de Spaanse kanon eigenlijk nauwelijks een rol. En wel in dit boekje met 16 reisverhalen. Maar was dat nou omdat die Hollanders die dit boekje samenstelden zo'n hoge achting hadden voor de mensenrechten? Nee, want als je de andere boekjes ziet, dan zie je dat in China en in Indië de Hollanders geen haar beter zijn dan de Spanjaarden in Latijns-Amerika.
Het is natuurlijk een boekje dat je moet zien tegen de achtergrond van de politieke situatie in de Republiek in de 17e eeuw. Dat de Spanjaarden tirannen waren en dat Bartholomeus dat liet zien in zijn werk, dat was in de Republiek heel goed uit. Want zij hadden net tegen die tyrannieke Spanjaarden. En het opnemen van dat boekje in deze verzameling van 16 reisverhalen heeft dus alles te maken met de actualiteit in de Republiek op het moment dat dit boek verscheen. Bedankt. Je mag Sanders even uitnodigen om vragen te stellen. Ja, goed. Ik krijg nu de vraag van de regisseur of ik de mensen die aanwezig zijn wil uitnodigen om een vraag te stellen. Dus als jullie vragen hebben, ik ben klaar met mijn verhaal. Stel ze. Ik wil ze graag proberen te beantwoorden. Zal ik ondertussen vast een vraag stellen? Ja. Weten we eigenlijk wie die gegevens logde op zo'n schip? Was dat echt een taak of was dat eigenlijk op persoonlijk initiatief? Nee, dat was een taak. En daar was volgens mij vaak uiteindelijk de kapitein verantwoordelijk voor. Dus mm-hmm. Gewoon de bevelvoerder op zo'n schip. Maar het werd heel vaak, er was heel vaak een secretaris aanwezig die dat feitelijk uitvoerde. Maar het was zo'n belangrijke taak, het was niet iets dat je vrijwillig kon doen. Het was een opdracht, zeker op die VOC-schepen, om zo'n logboek bij te houden. Je moest ook veel kennis ervoor hebben. Ja, dus je kunt, eerlijk gezegd heb ik dat nu niet paraat hoor, maar je kunt je voorstellen dat dat een taak is die bijvoorbeeld gecombineerd werd met degene die de weersomstandigheden bij moest houden, die de metingen moest doen om vast te stellen waar ze zich precies bevonden enzovoorts. Je moest natuurlijk geletterd zijn en niet iedereen op zo'n schip was per se geletterd. Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat de arts aan boord dat erbij deed. Want de arts was natuurlijk iemand die een goede opleiding had. Maar het was wel een heel specifieke taak die belegd was bij iemand in die tijd. Ja. Oké, dankjewel. Stel een vraag binnen je vriend. Ja, Suzanne wil graag weten of dit soort boeken een breed publiek bereikt in de 17e eeuw. Bereikte ze een breed publiek? Er zijn een aantal aanwijzingen ervoor dat dat zo is. Misschien wel in dit geval, in dit concrete geval, dat boekje met die 16 reisverhalen, het duidelijkste voorbeeld is dat deze drukker voortdurend dit soort boekjes uitgaf. Hij was gespecialiseerd in goedkoop en populair drukwerk. En je moet aannemen dat hij de markt goed kende. En het feit dat hij dit uitgaf, en ook in verschillende vormen. Je kon bij deze uitgever een boekje met 16 van die verhalen bestellen. Je kon een boekje met 5 verhalen bestellen. Dat kon in allerlei vormen. Dat is al een aanwijzing dat er een markt voor was. We zien het ook heel concreet uit het feit dat veel van deze boeken herdruk op herdruk kregen. Het Journaal van Poel is opvallend vaak herdrukt. Is eigenlijk voortdurend in vanaf die eerste druk in 1646 bij in Amsterdam, die uitgave van Deutel, of die versie van Deutel, is eigenlijk voortdurend in de 17e eeuw in druk gebleven. En ook dat getuigt van een grote populariteit. Verder kom je af en toe ook wel in boedelinventarissen vermeldingen tegen, maar niet zo heel veel. Meestal zijn die veel minder specifiek. En ja, dat geeft eigenlijk niet zoveel bewijs als juist dat feit van die voortdurende herdruk. Dus ja, heel populair. Okay. Jeroen, die is meer een opmerking dan een vraag. Is het zo dat die logboeken eigenlijk helemaal niet bedoeld waren om gedeeld te worden met een groot publiek achteraf? Nee, die logboeken waren inderdaad niet voor het grote publiek bedoeld. Er zijn wel een aantal andere voorbeelden waar we hebben op onze website op dit moment
radbaarboekenkast.com zes voorbeelden staan van boeken over China, Japan, Brazilië enzovoort. En daar zijn een paar verhalen bij, bijvoorbeeld van Johan Nieuwhof, die in het midden van de 17e eeuw op reis ging. En die echt op reis ging om het land te verkennen, om China te verkennen, om Brazilië te verkennen. En dat echt opschreef met de bedoeling dat het gedrukt zou worden, zodat er kennis over die verre landen in Europa bekend zou zijn. Die logboeken die zijn eigenlijk pas populair geworden. Het echte markeringspunt is het moment waarop Jan-Jans Deutel in 1646 dat boekje gereed maakt voor druk met het journaal van Bontekoe. Door Bontekoe wordt het populair. En dan verschijnen er veel meer vergelijkbare reisverhalen. En sommige daarvan worden echt tot een doorlopend verhaal gemaakt. Maar je ziet ook, er zitten er hier ook een paar in dit bandje. Je ziet ook dat er voorbeelden zijn van uitgaven waar je bijna het gevoel hebt dat je een directe weergave van het logboek ziet. Dus heel feitelijk, op 6 januari doen we dat, op 8 januari doen we dat. Toen waaide de wind uit het westen, toen waaide de wind uit het noorden. Dus kennelijk wordt het genre zo populair dat er drukkers zijn die niet eens meer de moeite nemen om er een meeslepend verhaal van te maken, maar die gewoon denken, reisverhalen verkopen, dus huppakee, nog één. Je tweet over de provenance van dit exemplaar. Nee, helaas niet. Een ander ding weten we ook niet. Ja, er staat wel een stempel in, maar dat is een stempel, even kijken, bibliotheek. Kun jij het zien? Even. Misschien zie jij zo wat dat is. Maar dat is een 20e eeuwse stempel. Dus wat daarvoor speelde, weten we niet. Wat we zelfs niet helemaal zeker weten, is of deze verzameling van 16 van begin af aan bij elkaar heeft gehoord. Dus al in de 17e eeuw als verzameling gekocht is. En toen ik daar de afgelopen dagen nog probeerde om iets over te achterhalen wat me niet lukte, realiseerde ik mezelf dat ik eigenlijk niet weet hoe gebruikelijk het is dat je 16 van deze boekjes bij elkaar hebt. Er zijn andere bibliotheken waar wel een kleiner aantal bij elkaar staan, maar ik weet simpelweg niet. Dus het voorbereiden op dit verhaal is meteen ook een soort aansporing om maar eens verder onderzoek naar dit boek te doen. Ik denk dat het was. Mag ik ook nog één vraag stellen? Ja. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, we hebben nog tijd voor één vraag. Tijd voor één vraag, oké. Ja. En wat was dan wel het doel van die publicatie? Was dat sensatie? Of was dat eigenlijk delen van kennis? Of? Ik denk dat het op de grens van beide zit. Precies dezelfde jaren als waarin Deutel het journaal van Bontekoe bewerkt en op de markt brengt, verschijnen ook die boeken van Johan Nieuwhof. En die zijn duidelijk primair bedoeld om kennis te delen. Daar zie je ook afsneden in van planten, van gebouwen, ja, van de kostuums die mensen dragen. Daar gaat het echt om gedetailleerde weergaven van dat soort informatie. Nieuwhof heeft ook heel veel tekeningen gemaakt die later door graveurs tot ets gemaakt zijn. Wat Saagman met dit boek doet, is dat hij gewoon simpelweg allerlei beeldmateriaal dat er is en dat voor een deel helemaal niet voor deze teksten bedoeld is, bij elkaar verzamelt. Er zitten bij heel veel van deze boekjes auteursportretten, maar dat zijn geen portretten van de auteurs van die boekjes. Dat zijn gewoon portretten die hij ergens op de kop heeft getikt en kon gebruiken en waar hij een naam ondergezet heeft die hem paste. Dus ik denk dat de traditie die ingezet is met Deutel, dat het daar echt om de sensatie gaat en veel minder om de gedetailleerde informatie. Daar hadden ze andere boeken voor die veel duurder waren, die luxer van uitvoering waren, groter van formaat, maar ook minder spannend om te lezen voor het leespubliek uit de 17e eeuw. Oké, dankjewel. Nou, dan sluiten we hierbij af. Even zei aan het begin al dat we op 19 november een volgende online digitale boekensalon hebben.
We maken bij tijds bekend wie dan en waarover gaat vertellen. Maar wij proberen in elk geval één keer per maand zo'n boekensalon te organiseren. Om mooie dingen uit onze collectie te laten zien. Tot ziens.